Hi, we zijn van Jan Kern, alles goed? Ja hoor, ja. Ja, stop. We komen de boodschappen brengen. Top. Het is dus ook af en toe gewoon grappen. Wat doen jullie dan? Ja, tuurlijk. Het hoort er ook bij. Zoals? Ja, gewoon kijken wie het snelste een tas kan maken of met meel gooien tot het eentje valt. Dat is ook een paar keer gebeurd helaas. Vorig jaar gingen we langs met Wijs in Amsterdam bij de 18-jarige Mohammed. Als 15-jarige richtte hij de stichting Young & Caring op. Daarmee brengen ze voedselpakketten langs bij minder bedeelde gezinnen. Maar dat doet hij niet alleen. In aanloop naar de Omarmprijs Jong spreekt dit keer niet alleen Mohammed, maar ook Jafar. En dat doen we in Noord. Young & Caring begon eigenlijk op de middelbare school. We moesten wat doen voor ons BVS-project. En we wisten echt niet wat. En we bleven een beetje als laatste eigenlijk over met z'n drieën. En op een gegeven moment kwam het op het idee om boodschappen uit te gaan delen aan gezinnen die het niet zo breed hebben. Dus toch, we komen de boodschappen brengen. Top. Niet elke 16-jarige is hiermee bezig. Dus hoe, bij jullie, dat jullie hadden van, hoe is dat ontstaan, dat gevoel van ja, we moeten echt wat gaan doen? Je probeert natuurlijk goed te zijn en een beetje goede daden. En toen was het een beetje, dacht van, waarom gaan we niet gewoon mensen helpen? Het begint met een weekendje per maand en dat is niet te veel gevraagd. Maar als je iets wilt en je gaat eraan werken, dan kom je er heus wel uiteindelijk. En wat zit er dan allemaal in die voedselpakketten? Nou, om te beginnen, ja, natuurlijk wel iets lekkers. Gewoon, dat kan altijd wel bij. En dan hebben we ook nog, schuit. Want brood is niet zo handig. Dan moet je het snel doen. Waarom is brood niet zo handig? Nou, brood gaat zijn over de datum dan crackers natuurlijk. Ik kan me best wel voorstellen dat gezinnen die wat moeilijker hebben, best wel lastig vinden om in contact met de juiste mensen te komen. Hoe vinden jullie die gezinnen? Hoe vinden ze jullie? Voornamelijk eigen netwerk. Dus dan komen we langs en vragen we, hey, ken je misschien iemand die het ook een beetje moeilijk heeft? En dan op die manier breidt het zich zo een beetje uit. Maar ook heel vaak dat we gewoon een DM krijgen van iemand van hey, en dan kijken we even, oké, wat is er mogelijk? Wat is uiteindelijk zeg maar het doel voor Young & Caring? Ik wil gewoon een weeshuis of een school bouwen, ergens in Afrika. En mijn doel zal een beetje eigenlijk blijven, gewoon op zijn minst nog, eigenlijk zo lang mogelijk. Gewoon tot met, tot ik 40 jaar ben of zo. Gewoon steeds een weekendje even helpen. Om die voedselpakketten blijven maken, die gezinnen blijven helpen en gewoon met hem in contact zou blijven. Ken jij nou ook een jonge Amsterdammer die zich inzet tegen armoede of kansongelijkheid? Nomineer ze dan nu voor de Omarmprijs Jong. Ga naar at5.nl/omarmprijs.